Hallo Big Legion en welkom bij een mededelingsvideo over het uploadschema, een vraag over het uploadschema en uh, de bekendmaking van de winnaars van Blob from Space, gemaakt door Jos. En uh, het zijn de sura keys, volgens mij heb ik het vorige keer niet heel duidelijk gezegd, alleen uh, in de beschrijving gezet. Maar het zijn dus de sura keys, maar ik begin met het uploadschema. Het uploadschema gaat namelijk veranderen. Um, nou had ik drie video's per dag. Ik ga terug naar twee video's per dag. Uh, het heeft meerdere redenen. Voornamelijk de reden is um, dat er gewoon geen games uitkomen. De games die nu draaien, zoals je ziet, die zijn nu aan het uploaden. Uh, dat is God of War, Ascension en uh, Crackdown 2. Nou enzovoort enzovoort enzovoort. Die zijn nu aan het uploaden al gepland tot en met 12 uh, april. En hier we dan de reacties en zo random toch. Um, maar die zijn aan het uploaden. Maar dat zijn oude games eigenlijk. God of War, Ascension en uh, Crackdown 2 zijn oude games. Het komt dat er op het moment gewoon niet echt wat uit is. Dan nou, komt Wolfenstein, New Order komt eraan. Uh, Watch Dogs natuurlijk komt eraan. En er komen nog wel meer games aan. Maar als die games uitkomen, dan is puur die game even. Die speel ik in nou, een paar dagen uit. En ik heb weer een hele bende video's om te uploaden. En voor de rest is er dan niet wat te doen qua games. Dus vandaar dat ik naar twee video's per dag ga omdat er gewoon te weinig is qua games. Daarnaast uh, vinden volgens mij heel veel mensen het ook fijner uh, om bij te houden. Omdat gewoon drie video's per dag bijhouden is wat lastiger naast huiswerk, school en andere dingen. Uh, dus is twee video's of twee series makkelijker bij te houden. En als derde punt, natuurlijk, ik ben ook met het Engelse kanaal bezig. En um, daar ga ik ook al iets tijd in zitten. Dus nu heb ik ook nog iets meer tijd om daar gewoon tijd aan te besteden. En gewoon zelf dingen te doen. Ik heb iets meer vrije tijd nu over. Um, dus dat is ook fijn voor mezelf, natuurlijk. Dus dat zijn de belangrijkste redenen daarvoor. Dus dat gaat naar twee uploads per dag in plaats van 3. Nou is alleen de vraag aan jullie welke. Tijden willen jullie hebben? Ik heb ze zoals nu, zoals je ziet, uh, op 3 uur en op 4 uur staan elke dag. Um, ik had altijd 3 uur, 4 uur, half 7 en vroeger ook nog half 8. Uh, omdat ik zo'n vier video's op een dag uploaden. Maar wat vinden jullie het fijnste qua tijden? Wanneer, zeg maar, hebben jullie over het algemeen tijd om video's te kijken? Ik weet dat sommige mensen, uh, zoals Lena bijvoorbeeld, die kijken ze altijd s'nachts in, in bed omdat hij nog niet kan slapen of wat dan ook. Kijk, om zo'n dan pas te gaan uploaden is een beetje achterlijk natuurlijk. Maar wanneer is ongeveer de, ja, de meest passende tijd voor jullie? Dus dat is de vraag. Volgens mij was drie uur, vier uur altijd het favoriete, zeg maar. Vandaar dat ik ze daar nu op sta. Uh, maar zet eens dus even in de comments wat je de fijnste tijd vindt. En natuurlijk niet uh, drie over, uh, over drie of zo, midden in de nacht, de rare tijden noemen. Maar gewoon een beetje in de normale tijden noemen natuurlijk. En ja, laat het weten waar je uit kunt kiezen. <laughs> dat klinkt heel dom. Is hele uren en half uren. Anders kan ik het ook niet plannen uh, met YouTube. Dus, dus of half vier of vier uur of wat dan ook. Dus uh, zet dat alsjeblieft even in de comments. Dan pas ik deze video's ook nog even aan natuurlijk over wanneer deze worden geüpload. En alle vervolgvideo's pas ik dan ook aan. Um, op welke tijd zij worden geüpload. En dan de giveaway. Ik uh, ging vijf keys weggeven. De surveys. En er zijn 37 reacties. En ik heb hier random.org 1 tot met 37. ze dus we gaan op generate drukken. Nummer 20. Uh, we beginnen te tellen vanaf onder. Want dat is de eerste natuurlijk die meedeed. En dat tel ik nou, nou niet mee eigenlijk. Maar oké. Okay. Ik weet niet hoe dat, dat werkt met de Google Plus. Ja, dat rommel. Um, maar we gaan dus naar 20. Dus we gaan gewoon even 17 terugtellen. Dat is het makkelijkste. Dus als ik een safety ben. Dus ik zal hem toch fuck it ook, we vertellen wel van 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oké, okay. dat is winnaar nummer 1, dan moet ik een TXT openen. Zo doe ik dat altijd eigenlijk. Um, de winnaars van de um, derde epidemic zijn ook nog maar. Twee winnaars bij mij geweest, volgens mij, die die game uh, willen hebben. Dus ik ga nu gewoon uh, die key ook gewoon weggeven aan andere mensen die hem willen hebben. Simpel zat. Dus mensen die hem willen hebben, zet het ook even in de comments eventueel als ik nog een key heb. Ik heb al een paar mensen een key beloofd, dus uh, zo heel veel is er niet meer. Oké, dat is dus nummer één. En ik weet dat sommige mensen nu klagen, tenminste, dat was het vorige keer, of klagen, maar de opmerking maken over, ja, je telt ook reacties op reacties mee. Ja, anders is dat al verdomd. Kut uh, tellen. En dan moet ik al eerst rekening houden wat al 33 en dan moet ik zo weer tellen en dan zo. En dat is een heel gedoe af en toe met giveaways. Uh, maar bij deze viel het aantal eigenlijk al een beetje mee of tegen, hoe je het wil noemen. Uh, we gaan 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13. Klopt dat nou? Even gewoon tellen 1, 2, 3, 6, 9, 12, 13. Ja. Dus dat is Santino van Seca of zoiets. Ik doe mijn best om, om de naam goed uit te spreken. Paul Agenda, dat is nummer 27. Net hadden we 20 of nee? Ja. Uh, dat was 13. Ga niet moeilijk doen? Dat is 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dat is Windows. Boot of Boot. Windows Boot was het volgens mij. Dat hij Windows heeft, maar ik noem het ook als Windows Boot. Omdat het uh, lekker Nederlands is. Uh, nummer 5, dat is maar klik. 1, 2, 3, 4, 5. Cool blue gamer. En ja, ik tel mezelf dus ook mee, maar dat is de eerste reactie die staat. Kan ik er ook niks aan doen, dan moet ik er nog mee rekening mee houden. Dan moet ik al 32 doen en nou. Dat is gewoon een beetje scheidwerk. Uh, en uh, nummer 10. Eh. Uh, ja, ik tel wel opnieuw. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Wauw, echt 5. Ja, 5. 6, 7, 8, 9, Wacht, wacht even. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Dat, ja, dat is dan uh, aan de ene kant lullig. Of volgens mij was het de vorige keer ook. Aan de ene kant is het nou... Even kijken. Heeft hij nog een... Ja, oké. Okay, hij heeft hier een andere komst aan. Voor deze ene keer is het aan de ene kant lullig. Maar aan de andere kant is het ook wel een beetje weer eerlijk. Het is een reactie op Mystic Lowplay. En hij heeft zelf hier ergens neergezet ergens hij meedoet. Had hij dat nou niet gehad? In ieder geval, dat klinkt ook wel weer heel lullig. Maar als hij nou uh, alleen hier een reactie op had, dan had Lorenzo gewonnen. Maar deze keer heeft uh, Mystic Lowplay gewonnen. Omdat hij dus hier al een reactie had. Dat hij daarmee met die comment doet hij mee in principe. Laten we het afhouden. Um, en ja, toch telt dit weer mee en bla 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 bla. bla. Sommige mensen moeten gewoon blij zijn dat ik überhaupt dingen weggeef voordat ze gaan zeuren. Um, maar dat was dus de lijst. Winnaars gefeliciteerd. Laat eens in de comments even weten welke tijden je wilt voor het uploadschema. En um, ja, ik hoop dat jullie nog steeds uh, tevreden zijn met het kanaal. Daar kan nog steeds met plezier kijken natuurlijk. Sommige mensen waren ook wel bang voor: ja, je stopt nu. En ik heb twee dislikes op die channel trailer. Ik ga ervan uit um, dat dat mensen zijn die denken dat ik stop met het kanaal of zo. Dat zou kunnen namelijk. Um, maar ik stop niet met dit kanaal. Dat heb ik ook nooit gezegd. Dat, dat moet je ook niet aannemen. En uh, dat is altijd iets wat ik doe. Dat weet Lennart goed, dat weet Max ook goed. Je moet nooit iets aannemen. Dat is het domste wat je kunt doen. Altijd achter de feiten aangaan en dan pas een conclusie trekken. Geld met alles zo. Um, dus ook met dit. Had je eerst wat moeite vragen heeft over moet plaats sommige het gedaan. Uh, van je stopt toch niet. Of uh, ga, ik hoop dat je niet minder gaat uploaden. Zulke dingen. Nou, ik ga hem minder uploaden, dat ik daar ook al in de comments gezet. Puur omdat het gewoon te weinig games zijn. Um, maar ik stop niet met het kanaal. Het kanaal blijft gewoon nog doorgaan. Ik speel altijd nog de nieuwste games en ik maak er altijd nog gewoon uh, let's plays van. Het Andere kanaal, het Engelse kanaal, is puur funny montages en GTA dingen over het algemeen. En voor de rest niks. Dus, nou ja, er komt wel iets meer op, maar. Funny dingen. Gewoon de, gra de grappige dingen komen daarop. En een soort van montage en compilaties komen op dat kanaal. In het Engels. En voor de rest komt het allemaal gewoon uh, singleplayer stories. En alles komt op dit kanaal. Dus dat nog even duidelijk. Hoop ik. En dan uh, zie ik je weer bij de volgende video. Later.